Dag beste kijkers en welkom terug bij een gloednieuwe video. Het is een speciale video want ik loop nu in een heel mooi en aangenaam park. Zeker geen vlog waar je naar kijkt, want ik loop nu wel door een park, een heel mooi park trouwens, weliswaar. Maar dat komt omdat het super mooi weer is en ik dacht van, kan ik maar beter buiten een filmpje opnemen in plaats van binnen te zitten achter de gesloten deuren en ramen. Zo. Zoals jullie waarschijnlijk in de titel kunnen zien, ga ik het vooral hebben over de laatste 10 dagen van de Ramadan. Aangezien ik al een aantal video's over de Ramadan heb gepost, wil ik eigenlijk ook die serie afronden met de laatste video die jullie nu te zien krijgen. Over de laatste 10 nachten van de Ramadan. Namelijk, de laatste 10 dagen, ik weet het niet of dat jullie dat wel weten of niet, maar zijn heel bijzondere dagen of heel bijzondere nachten. Een van deze nachten wordt ook gezien als Laylatul Qadr. Laylatul Qadr is de nacht waar onze profeet sallallahu alayhi wa sallam de eerste Koranvers ontving van onze engel Jibra'il. Deze nacht staat ook gelijk aan 1000 maanden, waar moslims enorm veel gebeden verrichten, smeekbeden verrichten en ook vergeving vragen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Aangezien dat niemand weet wanneer dat deze nacht valt, spenderen dus moslims de laatste 10 nachten, de laatste 10 dagen heel veel aandacht aan extra gebeden te verrichten, het reciteren van de Koran en extra doa's of smeekbeden te doen. Vandaarmee dat ook heel wat mensen waarschijnlijk de eerste 10 dagen en de laatste 10 dagen van de maand Ramadan vasten. Niet alle moslims kunnen ook de volledige maand vasten, waardoor dat ook sommige moslims kiezen om de eerste 10 dagen en de laatste 10 dagen te vasten van de maand Ramadan. Bij deze, ik hoop dat ik genoeg heb verteld. Langer dan dit kan ik het er ook niet over hebben. Laylatul Qadr is ook een surat uit de Koran. Maar ik hoop dat ik jullie hier een klein beetje meer informatie heb gegeven. Breng zeker alvast dat blauw duimpje uit. Mocht je dit aangenaam en leuk gevonden hebben en ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal, abonneer je dan even zo snel mogelijk door op die rode abonneerknop te klikken. En dan zie ik jullie graag de volgende keer terug met een gloednieuwe video en over iets helemaal anders. Be happy, be proud and be yourself. Bye!